Goedemorgen beste kijkers, Wesley hier weer van Wesley Fishing. Fijn dat jullie kijken naar deze video. We zijn weer in de polder beland en gaan kijken of we hier een mooi snoekje kunnen pakken. Gaan we doen met de baitcaster. We hebben daaraan een Spro Iris de Bos, 18 centimeter met een mooi tackeltje eraan met twee dreggen. Een loodje van 7 gram. Het is hier niet zo heel diep, water is troebel, dus we hebben gekozen voor een fel kleurtje. En dan gaan we een snoekje vangen, ja, jullie gaan het zien. Als je even kijkt, geef even een like op deze video en volg even mijn kanaal. We zijn pas begonnen, dus hoe meer kijkers, hoe meer views, zou ik zeggen. Dus geef even die like en volg mijn kanaal. Yo! Oh, los! Los! Jammer hoor. Ik zag hem er al op klappen. Bellen nog een keer. Nee, hoort erbij. Hij heeft de haak gevoeld, dus we gaan weer gauw verder. Hangen. Ja, hè. Hangen. Eindelijk. Heel klein stukje. Toch nog een klein snoekje. Er zit heel lichtjes gehad. Kijk eens. Heel klein stukje. Heel klein snoekje, centimeter of 65. Dan gaan we weer voorzichtig terugzetten. Dan wil je snel een fotootje trekken. Dan gaan we weer verder. Yes, eindelijk. Mooi in de polder, de Spro uit het bos weer. Heel licht tikje, maar hij zat er al aan. We gaan hem weer zijn vrijheid geven. Yo! We gaan hem voorzichtig terugzetten. Dan gaat hij weer. Hoppa! Yes! Dat is ook alweer een interessant stukje. Dan kom je vlakbij een bocht daar. Ik vind dat we er nog wel eentje uit kunnen plukken. Ik hoop het. Het is in ieder geval heel taai vanmiddag. Ik denk dat het nog net iets te vroeg zijn. Het is nu een uurtje of drie. We hadden toch één snoekje kunnen vangen. We hadden er net toch een misser. In het begin toen we gingen vissen. Volgens mij gooide ik hem recht op zijn kop en ik zat niet op te letten. Dus ik kon hem niet goed aanslaan. Volgens mij wilde hij hier. Door die sloot afgelopen. Niks. We gaan hier zo naartoe. En naar de derde inworp zat er eentje aan. Dus dat is zeker de moeite om hem nog eventjes af te vissen. Maar ik ben net al zei, we komen zo bij een bocht aan. Het zijn altijd wel interessante plekjes voor die snoek om dan even langs het kantje te vissen. Meestal liggen ze daar gewoon te wachten totdat de aasvis voorbij komt. Dus dat gaan we zeker even proberen. Mocht er eentje aan zitten, dan zien jullie dat zo op de video. En anders zien we weer een stukje verder in de polder. Snoekje, lijkt een wissel, zwem een beetje eraan, lijkt deze klein snoekje erop. En dan terugzetten, jongens. Yes. Dat is een grote. Ging er volledig voor. Dat doe ik volledig mis. Ik
schrok me kapot. Eens kijken of hij hem nog een keer wil pakken. Dat was al een grote. Hangen. We hebben hem. Hangen. Deze keer greep hij al raak. Daarnet ging hij ervoor. Volledig mis. Laat hem nog een keer eventjes hangen. En deze keer kapte hij er mooi op. Dus het tweede snoekje. Deze ochtend de zwembeet. En eventjes naar deze kant brengen. Kunnen we mooi onthaken. En best wel aardige snoek. Hij zit netjes gehaakt, dus niks aan het handje. We gaan hem even pakken en onthaken. Fotootje trekken en terugzetten. Hoppa. Ja, helaas ben je de laatste vis komen opnemen met mijn camera en een mooie, of met mijn telefoon. Mooie fotootje trekken, maar hij stelde niet scherp, dus ik heb maar besloten om het niet in de video te zetten. Het was in ieder geval een mooi snoekje, rond de 70 à 75 centimeter. Klapte er mooi op, hij miste één keer. Daarna ging hij er vol voor. Precies bij het duikertje even stil laten hangen en bam. We hebben weer een mooie snoek. Hoppa, yes. Gaan we gauw verder. Zo beste kijkers, dat was het helaas voor deze video. We hebben een paar mooie snoekjes kunnen pakken. Als je deze video kijkt, drop even die like, volg mijn kanaal. Nog eventjes het een en ander over gesloten tijd. In maart mag je gewoon bij kunstaas vissen. Als je snoek vangt, snoek, baars, dien je hem gelijk terug te zetten. Vanaf 1 april tot de laatste zaterdag van mei geldt er een verbod voor kunstaas. Je mag daar wel met vliegjes vissen van kleiner dan 2,5 centimeter. Je mag ook niet met een dood visje vissen, dus laat die beesten gewoon even lekker even 2 maanden met rust. Dus nogmaals, drop even die like, volg mijn kanaal. Yo, later!